Als we even teruggaan naar de dag, Royce, waar was jij? Eerst was ik gewoon op kantoor aan het werk. Ik heb dan met mijn vader heel uitgebreid geluncht. Nou ja, toen zei mijn vader al van, die ging bij mij in de buurt een coronaprik halen. En die zei van, nou, ik wil ook wel even thuis bij je langs gaan om even met je zoontje te knuffelen. En daar zijn ook nog foto's van. En toen is hij daarna naar de studio gegaan van Boulevard. Heeft mijn vader me nog geprobeerd te bellen. Ik heb dat gesprek weggedrukt, maar ik heb er wel per ongeluk een screenshot van gemaakt toen. Dat screenshot heb ik nog en dat is het laatste gesprek wat ik niet gehad heb, zeg maar. Nou ja, toen 7:50 ben ik door Peter Schouten gebeld. En die vroeg eerst op een hele rustige toon van, hoe gaat het met je vader? En toen zei ik, nou, waarom vraag je dat aan mij? vraag het hem zelf. Ja. En toen merkte ik dat hij daarvan schrok. Zei, oh ja, ik weet niet of ik degene ben die je dit moet vertellen. En toen merkte ik wel bij mezelf, oké, er is iets heel goed mis. Mm-hmm. En toen zei ik, ik moet nu heel snel vertellen, Peter, wat er aan de hand is. En toen zei hij, nou, ik heb gehoord dat je vader is neergeschoten. Dit zijn de laatste beelden van Peter R. de Vries. Net nadat hij de studio van RTL Boulevard heeft verlaten. Plotseling klinken er 5 schoten door de drukke, lange Leidse dwarsstraat. 2 jongens in witte truien, blijkt later, zijn ingehuurd om te filmen hoe Peter R. de Vries zwaargewond op de grond ligt. En verspreiden de gruwelijke beelden via social media. Een extra uitzending van het NOS Journaal, want in Amsterdam is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. Ik ben toen alleen maar informatie gaan verzamelen van, is het nog echt gebeurd? Is het nog een gerucht? Is het een hoax? Daar hoop je eerst op. En toen kreeg ik wel langzamerhand berichten door hem. Ik ging inderdaad mijn vader bellen, nou, die nam niet op. Kreeg ik wel screenshots door van dat hij inderdaad in zijn hoofd geraakt was en dat hij gereanimeerd werd. En toen zakte ik natuurlijk steeds meer door de grond van dat ik besefte dat het echt gebeurd was. De schoten zijn niet meteen dodelijk. Peter R. vecht nog 9 dagen in het ziekenhuis voor zijn leven. Nou ja, we hebben wel even hoop gehad dat hij het misschien toch zou redden. Maar uiteindelijk juist na 9 dagen die hoop toch de kop ingedrukt. Ja. Ja. Ik vind het een hele moedige man. Hij zet zich echt in voor zoveel mensen, voor zoveel slachtoffers. Ik vind het echt een aanval op de rechtsstaat dat dit gebeurt. Hij was mijn held. Ja, een held voor heel Nederland. Die man was dagelijks in je huiskamer, dus alsof je hem persoonlijk kent. En het doet je wat. Het wapen waarmee Peter R. de Vries is vermoord is een Soraki 917. Het moordwapen wordt gevonden in een Louis Vuitton tasje in de vluchtauto. Het blijkt een gas- en alarmpistool te zijn dat is omgebouwd om echte kogels af te vuren. Ook in de auto een automatische Heckler & Koch mitrailleur. Kort voor de moord, rond 6:00 s'avonds, testen de daders de Heckler & Koch op een industrieterrein. Uit chatberichten blijkt dat schutter Delano G. aan Christian M., de opdrachtgever, bericht: Bullet blijft vastzitten. Christian antwoordt: doe je werk goed. Als de Heckler & Koch niet was vastgelopen, had dat het moordwapen kunnen zijn. Na de aanslag vlucht de moordenaar Delano G. naar een witte vluchtauto, waar zijn handlanger Camille E. op hem wacht.
Binnen een uur houdt de politie hen aan op de snelweg. Hun handen worden afgedekt om sporen te bewaren. Het laat wel zien dat als politie en justitie echt willen, dat ze een ongelooflijke slagkracht hebben. Van, het is heel knap geweest dat ze binnen 45 minuten deze gasten te pakken hadden. Ja. En daardoor konden ze toch de wapens veiligstellen. Die hadden anders ergens op de bodem van een kanaal gelegen. Ja. Een omgebouwd gas- en alarmpistool en een automatisch machinegeweer. Hoe komt moordenaar Delano G. aan dit soort wapens? Hier moet het zijn. Ja. Nummer 12. In dit kleine schuurtje, Jan. Ja. Ja, hier lagen dus 4 raketwerpers van het soort die we nu in Oekraïne en in Rusland voorbij zien komen. Een hele verzameling pistolen, automatische wapens en dan nog wat scherp schietwapens en wat andere dingen. In zijn totaliteit ging het om, als ik het goed heb, iets van 60 of 70 exemplaren, alles bij elkaar. Bijna een jaar na de arrestatie van het moordteam van Peter R. de Vries ontdekt de politie via foto's en chats een enorm wapenarsenaal in een klein schuurtje. De wapens die Delano en Camille bij zich hadden maakten deel uit van deze voorraad. Kijk, wat er gebeurd is uiteindelijk, is dat... Zij waren op zoek naar wapens? Ja, er was een groep mannen waarvan de kern uit Polen komt. En die zijn op een gegeven moment aangezocht, als ik het zo mag zeggen, voor gewelds- en bedreigingsfeiten vanuit het Taghi-netwerk. En die mensen die zijn op zoek naar wapens gegaan, die hebben ze uiteindelijk hier gevonden. De moord op Peter R. de Vries was een zorgvuldig geplande liquidatie. Onderdeel van een groter netwerk rondom drugsbaron Ridouan Taghi. 3 mensen uit de omgeving van de kroongetuige uit dit proces, Nabil B., werden bruut vermoord. Eerst werd de broer van Nabil doodgeschoten door deze schutter. Daarna zijn advocaat Dirk Wiersum. Een buurtbewoner zegt meerdere schoten te hebben gehoord. De liquidatie was rond 7:30 vanochtend in de wijk Buitenveldert. Het was niet zijn werk als misdaadjournalist, maar zijn rol als adviseur van de kroongetuigen die Peter R. de Vries fataal werd. Ja, tuurlijk. Voor mij kunnen deze mensen niet lager zinken. Ja. Maar ik realiseer me ook wel dat als zij het niet gedaan hadden, dat ze waarschijnlijk andere soldaten hadden gevonden om het te doen. Peter is 5 keer geraakt, hè, met dat omgebouwde wapen. Nee, hij is niet er is 5 keer geschoten, waarvan 1 keer volgens mij de kogel is blijven hangen. En hij is uiteindelijk 2 keer geraakt, waarvan 1 keer fataal. Ja. En die fatale, dat was in zijn hoofd of zoiets? Van zijn achterhoofd, ja.